Voor je 59e verjaardag. Wow. Wat denk je daar dan? Dus we hebben niet alleen Duits bloed, we hebben ook bloed uit Litouwen. Ja, jawel. Ja, dat gaat voor 100%. Ik denk dat ik een waterrekening krijg van 500 euro, gek. Ik sta hier lang, gast. Ja, denk ik echt gewoon een overlopen douchen. Ja, altijd met een kater, jongen. Nu heb ik kater. Ik ben blij, want ik heb gisteravond gewoon niet gedronken, hè. Ja, 4 biertjes over de hele avond, dus ik voel me echt hartstikke lekker. Ik ben lekker fris. Nou, jij bent nu ook fris. Alleen, jij hebt wel barstende koppijn, volgens mij. Ja, dat is wel. Zo, zit je hart nog op de goede plek? Echt een tyfus. Ja, ja. Ik had hem ook echt totaal niet verwacht. Zeg je die camera niet staan, dan? Nee. Helaas niet. Ik denk dat je mij nog nooit zou laten slippen. Nee? Dan zie ik je best de beste keer ooit. Ja, dames en heren, geloof het of niet. Vandaag, 23 januari 2022, is mijn lieve vader maar liefst 59 jaar geworden. Dat zou je mijn pa toch niet geven. Mer, jij gaf hem? 49. Kijk, ik moet die babyface ergens van hebben, jongens. Dus, ik heb een leuk Top Gear magazine voor hem gekocht. Die, zolang ze nog bestaan, hè, die magazines. Mijn pa is altijd helemaal gek van de Top Gear magazines. En ik denk, dat is een leuk cadeautje, maar daar hoort natuurlijk wel wat bij. En dat is een kaart. En in die kaart zit een, althans nog niet, dat ga ik nu schrijven, zit een speciaal berichtje, een felicitatie. En er zit iets heel leuks gebonden aan mijn vaders verjaardag. En het wordt gewoon onvergetelijk. Zo kan je het wel zeggen, het wordt zeker onvergetelijk. Hey dude, coole verjaardag. Ik schrijf wat leuks op het kaartje, ik doe deze in de magazine en dan opent hij de magazine en dan ziet hij een kaartje en dan gaat hij het kaartje lezen en denkt hij, wauw. Althans, dat hoop ik. Dit is de birthday kit voor dit jaar. Kaartje, magazientje. Trouwens, voor dat kaartje gaan schrijven, even eerst eten maken dan maar. Sterf van honger, moet bulken, gek. Hè? Kan het gewoon niet, kan je het kaartje schrijven, kan je die brood opsturen? Hij vindt het zwaar. Mijn ja, ik zal die overal even aanzetten, even voorverwarmen. Dat is super chill. Bij deze stand, je hebt een soort van... Hier, dit is snel voorverwarmen. Oh kut, moet je opnieuw opstarten omdat ik hem aan en uitzet. Kom op. Ik ben heel ongeduldig. Hier, snel voorverwarmen of je kan gewoon op hete lucht zetten. Maar als je hem dus zet op snel voorverwarmen, die bijvoorbeeld gewoon zo, volgens mij met de 200 graden. Hè? En dan is ook mee. En klaar. Ja. Oké, ik heb de kaart geschreven. Voor pa Van Don. En dan doen we hem even open, moet hem nog dicht likken. Ja, daar kan ik van genieten hoor. Tijd flink likken. Als ik een ijsje eet. Doen we zo. Dan moet ik even inpakken, papier uit de kast pakken. En ik ben ook benieuwd hoe mijn ouders het hebben gehad. Die zijn samen, het is vandaag zondag dan, 23 januari. Ze zijn samen, ik geloof, vrijdag, zaterdag en vanochtend nog weg geweest. Een weekendje met z'n tweeën. Ze zijn echt verliefde pubers nog, die zijn lekker samen weg geweest. En ik ben benieuwd hoe ze het hebben gehad, dus dat ga ik straks horen. Ik ben benieuwd of mijn opa en oma er zijn, of überhaupt familie is of vrienden. Het gaat zo gaaf worden, jongens. Het cadeau ook voor mijn vader heb. Maar onvergetelijk, echt 100.000%. Als nerds onder elkaar, krijg ik bijna kippenvel. En ondertussen heb Mer moeten kijken. Lekker croissantjes erin gedaan, hè? En keizerbroodjes. Your soul is mine! Die keer wist ik het. Ik zat daar voor mijn camera te zoeken. Maar je schrok wel. Breakfast date with Bay. Kijk, en ik heb een vitamine D shot gekocht. Ze zeggen altijd vitamine D, hè? Het is eigenlijk een hormoon, niet erkend, maar eigenlijk is het gewoon een hormoon. En het kost gewoon 2,09 euro. Dit shotje, what the fuck. Dat is gewoon sowieso van die vegan gurus, hè? Slaat waarschijnlijk helemaal nergens op. Maar is goed voor je. Lekker sappies. Hey, broodjes. Even aansterken met kater. Even aansterken. Ga je het erin krijgen? Ik hoop het. Het zit zo lekker te eten, jongen. Huh? Mer? Gaat het, Mer? Mer? Oké, Mer. Succes. Nou, ik ga lekker eten. Oh mijn god. Hij heeft één croissantje naar binnen zitten werken. En hij zit tegenover mij en hij trekt helemaal wit weg. En hij zegt... Ik hou maar net aan binnen. Nee. Nou, nee. Het stond hij op. Moet je paracetamolletje zo, Mer, of niet?
Als je het binnen kan houden, hoor, dan een paracetamolletje zo, of niet? Yo. We hebben hier altijd een goede voorraad paracetamol voor op de zomba. Lekker. Meer met zomba, be like. Zo, maat. Heb je ontbijt alvast klaargelegd? Ja, ik ook. Wat is dat toch? Ja, jij, ik weet het niet, jouw hoofd en jouw maag kunnen het gewoon niet aan. Ja. Eet smakelijk. Precies wat ik zo. Het maakt niet uit of er één iemand is op zondag bij mij of dat al die gasten er zijn, er gebeurt altijd wel weer iets. Weet je wat, ik hang naar mijn kop in die wc, gaat fucking wc-bril zo naar beneden, slaat het in mijn hoofd aan. Echt? Ja, die automaat. En wat je ook wel eens hebt is omdat die sensor, omdat het zonder drukke doorspoel is, gewoon met de sensor zo zwaai met je hand, kan je ook nog wel eens, als je aan het kotsen bent, dat die... Maar het is één voordeel, Feyenoord staat vier in voor. Oeh, cadeautje mooi ingepakt. Donnyboy mooi opgefrist. Ik ga Meren naar huis brengen en dan is het tijd om het cadeautje te geven. Ik kan dit altijd op twee momenten zeggen. Home sweet home baby. Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is hij. Wacht, leg even mijn spullen neer, dan kom even knuffelen. Hey Bo. Hey Bo. Je stinkt jongen Bobo. Zo, hey Steerpap. Hey jongen. Waarom? Ja, dankjewel. Heb je een leuk weekend gehad? Ja, heel leuk. Ik heb ontzettend veel gelachen. Gefeliciteerd, mam. Met je eigen genoten. Ja. Oh, well, gefeliciteerd met je vaas. De vaas, baas. Oh, ik was snel dus in de knop aan voor het rechtspakken. Ja. Mooi spul, man. Hey. Ja, het is een goed gedaan, jongen. Ziet er echt wel uit, ja. Oh, wat een plantje voor. Ja, te veel zitten, zou ik zeggen. Man, gezellig dat je er bent. Ja, ook. Voor je 59e verjaardag. Zo. Helemaal Brabant gekomen. Is het zo'n platgeslagen worstenbroodje? Ja. Nou, we gaan eens eventjes kijken. Het is een... wat denk je dat het is? Ik denk... het is iets leesbaars. Ja, het ligt aan of jij kan lezen, maar... Gaat het over breien? Over breien? Ik denk een... ja, je zegt... Je komt uit Brabant. Je bent in Brabant geweest, bij John. Dus het zal een autoblad zijn. Nou, ik lulde gewoon Brabants en Limburgs, maar dat, het is wel een autoblad, ja. Ah, kijk eens even. Zo, dat is mooi. Ja, dat is goed, jongen. Hey, kijk eens even. De sterren van 2021. En mag ik, is het nou zo dat ik er ook eentje mag uitkiezen? Nou, er zit wel iets anders leuks. Moet je even de eerste pagina openslaan. Ja, ik voel iets... kijk. Voor Pa van Don. Kijk, leuk man. Nou, maar mam, jij wist het al, maar jij hebt je mond gehouden, hoop ik, toch? Ik weet het niet. Ik heb toch aan jou verteld wat ik ging geven aan pa? Je hebt wat opties benoemd, maar ik weet uiteindelijk niet wat het gewoon is. Dus nee. Nou, mag ik hem voorlezen zo? Ja, dat lees hem voor. Ja, Bobo zit aan je zijde, zie ik. Hey Bobo. Met een sok. Met een sok. Hey dude, coole verjaardag. Oh ja, echt zo'n ijsje met leuk gedaan op een skateboard. Kijk. Ja. Leuk kaartje, man. Ja, laten we eens even kijken. Zo, dat is een heel verhaal. Kijk eens. Ja, ik ben altijd heel goed in het kort houden. Oké, daar gaan we. Lieve papa, een betere vader kan ik niet wensen. Nou, dat is... dankjewel. Je bent er altijd voor mij en twijfelt geen moment om te helpen als ik dat vraag. Mama heeft een fantastische echtgenoot en ik een supervader. 59 jaar weet jij al iedereen te laten lachen met je scherpe opmerkingen. Dat zorgt vaak voor hilarische en onvergetelijke momenten. Het is tijd voor nog meer onvergetelijke momenten, want wij gaan samen, als vader en zoon, naar Cairo, Egypte. Wow! Wat denk je daarvan? Jezus, dat is gaaf! Wij gaan samen de piramides bewonderen en flink cultuur snuiven. Ik zou heel graag deze reis met jou willen doen, samen als nerds naar Egypte. Hopelijk ga je mee. Ik hou van je en van harte gefeliciteerd. Je zoon Don. Ja, Don, natuurlijk! Natuurlijk! Ja, dat gaat toch helemaal fantastisch worden, of niet? Ja. De Pyramids of Giza. Hey. Dankjewel, jongen. Ben je nog nooit geweest, toch? Nee, ik ben nog nooit geweest. Maar ik zat te denken, waar hou jij nou van? Wat jij heel interessant vindt, maar je bent er nog nooit geweest. Ja. En toen dacht ik, sowieso de piramides. Ja. Want daar heb ik met jou in het verleden heel veel over gehad. En je bent nog nooit in Egypte geweest. Ja. Althans niet bij de Cairo, geloof ik. Nee, ik ben nog nooit in Egypte geweest, nog nooit in het Midden-Oosten. Dus, of in Afrika, want Egypte is natuurlijk Afrika. Ja, Noord-Afrika, ja. Dus, jij hebt natuurlijk al je eerste piramide gezien, hè? In Mexico. Chichen Itza. Ja, maar dat is een ander soort bouwsel. Ja.
Het behoort wel tot een van de zeven wereldwonderen. Ja, hey. Gaan we doen, pap. Dat wordt super. Wat een onwijs gaaf cadeau. Gaan we met z'n tweeën heen? Ik moet het even laten bezien. We gaan ons helemaal inlezen als nerd. Ik zeg zand erover. Ja. Nou, weet je, ik hoop niet dat ze jou als mummie... In de sarcofaag daar. Ja. Toetal gaan, Danny. Heel cool, man. Ja, wat mooi. Ja, hij is altijd beide opties. Ja, maar je had het ook nog over iets anders, dus ik wist niet wat het goed was. En het toeval wilde net, toen je aanbelde, zat ik net een documentaire te kijken over de Dode Zee. Ja, precies. En dat ligt precies eigenlijk zo ingeklemd tussen Israël en Egypte en Palestina en Jordanië. Ja. Het ging over het zakken van het water daar en dat mensen dan proberen daar aandacht voor te vragen door die zee over te zwemmen. Maar... Dus toen zat ik al een beetje in het met mijn gedachten in het Midden-Oosten. Nou, dat is echt een voorteken geweest. Ja, we zaten er net een stukje naar te kijken. Waar een aantal mensen die een zwemtocht deden. Die zwommen dus de zee gewoon over. Ja, wat gaaf, man. Nou, gaan we dan maar eens eventjes even plannen. Ja. Ja, ik moet echt op passen. Ik denk dat je wel gelijk moeten plannen. Gelijk een datum prikken. Ja, zeg het maar. Ik zet het in mijn agenda. Krijg je van mij cadeau en dan gaan we samen naar Egypte. Dat is goed. Ja, ik ga er morgenavond ga ik er denk ik even voor zitten. Dan, want dan zullen we zo doen dat ik het boek. Nee, ik boek het. Oh, jij boek het. Oké. Jij mag de accommodaties uitkiezen en alles, maar ik boek het. Je krijgt het van mij. Ja, oké. Want jij wel, want dan moeten we even kijken van waar we naartoe moeten vliegen. Ja, op carrière natuurlijk. Maar je hebt ook piramides natuurlijk door het hele land heen, hè? Klopt, maar dat moeten we even goed plannen. Maar de meest interessante zijn natuurlijk de piramides van Giza. Ja. Want die staan op lijn met drie planeten uit ons zonnestelsel, precies op het middenpunt van de aarde. En dat is gewoon... Ja, dit wordt echt een nerdvakantie, pap. Wij gaan ons compleet uitleven daar. Ga ik even maar inlezen. Ja. Een paar docu's kijken. Ja, en je moet zorgen dat je ezelinnenmelk bij je hebt, hè? Dat hoort er ook allemaal bij. Ezelinnenmelk? Ja. Hoe zat dat ook alweer met een of andere prinses? Ik noem het wel, maar ik weet amper waar ik het over heb. Dat heb je wel bij meer dingen, geloof ik. Cleopatra. Ik weet het niet. Ik zit net te denken aan iets anders. Want Egypte was onlangs in het nieuws. Omdat die krijgen een nieuwe hoofdstad. Cairo is zeg maar zo crowded en zo overvolkt. Dat ze gaan ergens midden in het land gaan ze een hele nieuwe hoofdstad bouwen. Dat was toch niet Egypte? Dat was toch Indonesië? Indonesië ook, maar Egypte ook. Ik zal het straks eens even googelen. Ja, joh. Zeker, ja. Of daar zijn ze al aan begonnen inmiddels. Maar eerlijk, de piramides is een van de meest historische interessante dingen wat er bestaat. Ja, want er zijn zoveel onverklaarbare dingen. Ja. Nou, dan en zingen, hè. Walk like an Egyptian. Ken ik niet. Nee? Echt niet? Nee, dat is van jullie tijd, denk ik. Dat is van de mummietijd. Hey, ik kan natuurlijk ook hier iets uitkiezen en dan gaan we met de auto. Ja. Zet hem op transport en dan gaan we daar even door de woestijn scheuren. Nou, wat gaaf. Maar kennen jullie de mop van de mummie al of niet? De mop van de mummie? Kennen jullie die? Nee. Dat meen je niet. Jullie kennen deze echt niet? Dit is de mop van mijn generatie. Jullie kennen de mop van de mummie niet? Nee. Nou, laat maar zitten. Hij is te ingewikkeld. Nou, dit is echt het laatste wat ik verwacht. Ja, joh. Ja. Ja, dan komt hij met zijn kut tijdschrift. Die kan ze voor Vadersdag krijgen. Goed, want dat lees ik graag. Dus er staan ook leuke achtergrondverhalen in over de nieuwste auto's en technieken. Dus dat lees ik ook heel graag. Maar, ja, ik dacht maar ook van, jij hebt hem al. Hè? Ja, oh ja. Hé, maar dat is de nieuwste. Heb ik nog niet neergekeken dan? Nee, ik heb hem gekocht, maar ik ben er nog niet toegekomen om te lezen. Huh? Hij ligt op die stapel. Ik had hem meegenomen dit weekend. Om te lezen. Dat weet je gewoon niet. Ja, je had er van het weekend mee. We zijn lekker uit geweest. Maar we hebben het zo met vrienden. En zo gezellig gehad. Ja, hoe was het op het weekend? Ja, we hebben alleen maar gewoon. Wat hebben jullie allemaal gedaan dan? Ja, veel gelopen met Bobo. En Bobo is zo'n beetje elke plas ingedoken die er maar lag. In het bos. Bo. Die komt net onder de douche vandaan. Veel gegeten, wijn gedronken. Ja. En heel veel gelachen. Bobootje was lekker mee met de basis. Zie je er mooi uit? We hebben twee avonden al zitten gourmetten. Dus, Want alles is gesloten nog steeds. Ik binnenkort. George en Ad zijn er langs gekomen, dus die hebben ook weer. Twee avonden gourmet, heerlijk. En Gerard Marianne blijft slapen. En het was een super gourmet, want het was namelijk. iedereen heeft zijn eigen gourmet-stelletje. Ja. Dus de helft is bakplaat en de helft is bord. Ja. En dat zit allemaal aangesloten op één moederstekker. Ja. En nou ja, daarbovenop staat dan zeg maar het vlees.
Dus iedereen heeft gewoon zijn eigen ding, zeg maar. Zeggen. Zijn eigen op zijn haag, zeg maar. Dat is helemaal top, want dan hoef je niet over elkaar heen te hangen. En dan, weet je wel, en, nou ja, en ik ben heel onhandig, want ik gooi altijd wat om dan. Ja, ja. Dus ik heb nu niks omgegooid. Nee, het is heel goed gegaan. Ook voor het eerst. Ah, leuk joh. Maar nou vraag ik me af, voel je je echt 59? Want je ziet er sowieso niet 59 uit. Nee, ik kan het me niet voorstellen dat ik over 1 jaar, dat ik dan 60 jaar word. Dan kom je gewoon bij de 60-plussers groep. Ja, ja. What the hell. What the fuck. Ja. Nou, jij hebt nog 6 jaar over, geloof ik. Maar... Ja. Ik denk dat ik meer verleden heb als toekomst. Maar mocht dat niet zo zijn. Ja, je bent letterlijk nu op dat punt dat je meer verleden gaat hebben dan toekomst. Ja. What the fuck, joh. Maar stel dat ik op de helft ben, nou ja, dan word ik 118. Ik teken ervoor. Ja, als je gezond blijft. Ja. Dan zit jij daar dan zo te staren naar ons. Bobo zit daar heel ongemakkelijk. Mijn broer Stefan die is weer bezig met zeg maar de familiegeschiedenis bekijken. Ja. En wij hebben altijd gedacht dat onze overgrootvader, dat hij dus uit Polen kwam. En Stefan heeft ontdekt dat hij komt niet uit Polen, maar uit Litouwen. Echt joh? En hij heeft ook ontdekt dat toen hij 22 jaar oud was, dat hij toen verhuisd is naar het Ruhrgebied in West-Duitsland. En dat was in die tijd, want je praat over meer dan 100 jaar geleden, was dat een wereldreis. Dat is 1500 kilometer. En nou, en dat is het mooie van tegenwoordig, je kan natuurlijk alles googlen. Dus we hebben ontdekt dat in die tijd was er een hoge werkeloosheid in Litouwen en gingen er heel veel jonge mannen op zoek naar werk naar het Ruhrgebied, want daar kwam toen de eerste zware industrie op. Dus we hebben niet alleen Duits bloed, we hebben ook bloed uit Litouwen. Ja, ja. Oost-Pruisen heette dat toen. Oost-Pruisen. En die is daar naartoe gaan en die is daar gaan werken. What the fuck, joh. En dat is van opa's kant? Van mijn vaders kant. Dus de opa van mijn vader waar ik nu over praat. What the fuck, joh. En die heeft daar een vrouw leren kennen die wel uit Polen kwam. Die... Maar dat, toen was dat Polen... Nee, toen was dat Duitsland, toch? Ja, ja. En later is dat Polen geworden na de Tweede Wereldoorlog, toch? Nee, waar zij vandaan kwam was toen ook echt Polen. Zo. Dus ze hebben Pools, Duits en Litouwen bloed. Ja, en Nederlands. En Nederlands, van mama. Ja, mama is 100% kaaskop tot way back. Nog een beetje Belgisch, maar dan moet ik nog verder uitzoeken. Want aan mijn moeder de kant, het is aan mijn vader, maar aan mijn moeder de kant, kom je uit een België. Maar dat was toen nog Nederland? Ja, dat was toen Nederland, ja. Koninkrijk der Nederlanden, ja. Zo, er zitten we even gebakken, hé. Wat een knoepers. Ja, je zit gebakken. Bulkapap. Oeh, dit café. Het ziet er lekker uit, jongen. Hey, pa, er komt nu iemand binnen en die kan wel op een Egyptenaar lijken op zich. Terwijl die is helemaal 100% Hollands. Ook zo'n neus. Ook zo'n neus. Goedemiddag. Goeiedag. Opa, wij vinden dat jij een beetje op een Egyptenaar lijkt. Oh ja? Ja, mag ik je naam ook knuffelen? Ja, voorzichtig dan. Gefeliciteerd dan met je verjaardag. Dankjewel. En nog voorlopig 56 jaar erbij. Ja, ik ben op 11. Ja. Maar hij is 59 geworden, hè? Is hij 59? Nee, toch? Ja. Is hij nog een beetje 59? Ja. Gefeliciteerd. Ja, al de hele dag. Al de hele dag, zegt hij. Maar opa, ben jij vroeger in het vorige leven geen farao geweest, vraag ik me af. Ja, ik heb alleen die piramide gezeten, dat wel. Ja, ja. Maar moet je verder vertellen. Ik moet niet verder. Van Austerlitz. Nee. Gaan ze zoeken naar de overblijfselen van me, dus kun je bij het niet hebben. Ik heb er wat neergelegd, dat kan ik je wel vertellen. Ja, wat heb je er neergelegd? Ja, dat denk ik, dat is het geheim van de piramides. Ja. Dat is ook wat. En dan als kers op de taart, of moet ik zeggen, de pizzapan op tafel. Gaan we lekker bikken. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear man Fred, happy birthday to you. Dankjewel schat, en proost. Fantastisch gezongen. Gezondheid, kracht. Proost. Proost jongen, kom er lekker bij zitten. Mijn eerste pizzatje, zo. Tomaat, kaas, tonijnen. En een klein beetje groente, zo. Kleuren we die erin. Dat was voor mij de eerste. Hey, had al zitten lezen over Egypte? Ja, het is er nog steeds. Je hebt het noorden de hoofdstad, Cairo. En het klopt wat ik dus zei, dat ze zijn een hele nieuwe hoofdstad aan het bouwen. Daar zijn ze in 2015 mee begonnen. En er moeten uiteindelijk 6,5 miljoen inwoners gebruik van gaan maken. Mogen in de woestijn ergens? Het is midden in de woestijn. Het is 50 kilometer ten oosten van Cairo. En ze zijn in 2015 begonnen ermee, met allemaal gebouwen neer te zetten. En vanaf dit jaar, 2022, moet het officieel echt de nieuwe hoofdstad worden. Ja joh. Terwijl het nog niet klaar is. Weet
Ja, het is wel interessant om daar misschien ook even langs te gaan kijken hoe dat is. Ja. Het zou een moderne stad zijn en, misschien. En aan de andere kant, net buiten, zeg maar aan de westkant van Cairo, daar wonen dan 20 miljoen inwoners, daar heb je dan die, al die piramides van Cheops en Gizeh en die Sphinx, weet je wel. En je hebt daar een paar hotels, zeg maar, aan de rand van de stad waar de woestijn begint, die kijken daarop uit. Dus het is misschien wel gaaf om in zo'n hotel te gaan zitten. Ja, dat is super vet. Want s'avonds als het donker is, zijn al die piramides zijn verlicht. Ja, dat moet gaaf zijn. Heel gaaf. Ja. En misschien moeten we even kijken wanneer die planeten precies zichtbaar op lijn staan. Ja. Dat we misschien precies die avond te kunnen zijn. Want dat is gewoon wonderbaarlijk. Dat is in 2038, heb ik gezien. Boek hem vast. Boek hem vast. Ik moest gewoon schakelen, omdat 2038, ik dacht aan een tijd. In plaats van een jaar. Zover was, is dat dus... Ja. Nee. Dan moet ik even kijken. Maar weet je, die Egyptenaren, die worden elke ochtend wakker met een piramide. En dan gaat de farao gaat er even aan zitten. Ja, daar zou ik maar geen licht op zitten. Ja. Jij wordt elke dag ontwaakt, jij in sarcofaag of zo. Dat kan ook makkelijk uit. Die papa, die mama. Bedankt voor de gezellige momenten. Jij ook, jongen, en voor je hele mooie cadeau. Dat komt helemaal goed. Dan gaan we echt eens even... Even mooi doen zo. Dan gaan we naar Egypte, Habibi. Ja. Habibi. Dag Habibi. Dag Tom. Ja, ik ga naar mee. Shake, shake, shake. That booty. Shake, shake, shake. That booty. Shake that booty. Booty, booty. En shake them titties, bro. En nou shake them. Dat heb je in je hand. Het is koud en knapperig. Nee, doe, laat eens zien. Hier, je ziet toch dat dit water is, gast? Hier, je ziet dat dit water is. Wat hier. Heb je in je hand, mees? Wat is dat, gast? Een theedoekje. Kijk, gast, je ziet toch dat het water is, Mattie. Anders was het klein te hard geweest. Jezus. Het is uit nog vers is. Weet je hoe je het in jouw kamer? Je hebt gewoon een tv geschroefd op je kledingkast. Ja, dat is ook goed. Hey, is er een papa voor dit, joh. Je water is het gewoon... Het is toch goud in deze kamer? Kijk dan. Het is gewoon niet tegenaan getimmerd. Gaan we een massagebed aanzetten? Ja, ja, ja. Gaan we massage? Heb je wel seks gehad op dit bed met de massage ding aan? Nee. Dat is wel een leuk ideetje. Probeer het. Nou, big girl. Ja, dat gaat er 100% in. Ja, jawel. Ja, dat gaat er 100% in. Ja, 100.000%. Ik wist niet dat je moeder hier nog woonde. Oh jezus. Oh. Boy, je hebt mij heel ruim gedaan. Het zit zelfs erboven. Ja. Wat de fuck zijn die vlekken daar allemaal, gast? Ja, dat was erop. Hè? Dat was erop. Ja, ik moet ergens mijn handen aan afvegen. Mees. Jongens, ik ben 2 kilo aangekomen. En Mees is 2 kilo afgevallen. Ik zo meteen kan ik niet meer shaken. Wat is? Ik kan niet meer, zo'n camera druk. Nee, wacht, het ging niet helemaal golven, gast. Wat een balzak, gast. Wat een balzak? Wat een massa, zeg. Het boeit je ook gewoon geen tyfus, hè? Nee. Dat vind ik zo mooi. Ligt hij daar gewoon. Ja. Wat is er met in de hoek aan de hand? Weet ik niet. Mijn prank mislukt ook. Ik wou zo dat hij omkeek en dat hij zo erin keek. Maar ik tikte je gewoon aan. Hey, morgenochtend jongens. Kijk of ik een nekhaak heb. Ik heb op andere plekken ook heel veel haar, maar dat is niet relevant. Maar ik heb het nu toch gezegd. Morgenochtend om 7:30 gaan we naar de kapper. Ja, maar je schrijft weer fresh op. Zal ik ook gewoon fucking millimeter weer? Ja. En dan doet hij het gewoon hoe ik het heb. Dus ook ja, gewoon... of ik wil millimeteren, of ik wil dat haar zo naar voren, dat er iets afgaat, naar voren met een mooi opscheertje zo. Aan de zijkant dek kort en dan boven. Ik denk dat het leukste zou zijn millimeter. Ja, natuurlijk vind jij dat het leukste. Je hebt wel weer echt goede tito en tumble dan. Nee, maar ik vind het gewoon lekker fris. Het is ook lekker degelijk. Als je gewoon precies mijn kaps doet, is dat
Oh nee, laat hem maar. Weet je dat ik op commando scheet kan laten? Bluf. En het ziet er zo raar uit, dan moet ik eens een doggy houden. Oh ja, dat vind ik leuk. Ja, ja. Nee, dat ga ik niet doen. Daarom zijn mijn vrienden gewoon naar dat stukje. Dat is mijn vrienden gewoon. Nee, dat ga ik niet doen. Jawel, doe het. Film jezelf. Nee, dat ziet echt dan te fuck. Bro, mag ik het dan wel zien? Hoe ga je doen als de camera uit staat? Of ik film mezelf en dan laat je hem scheet. Dat is wel leuk. Oh, wacht even. Even geduld, hè. Even geduld, dames en heren. Wow, wow, god, ik heb te wezen. Wow, wow, moet je even zonder. Stil, stil. Wait, wait. Nog zag liggen erbij. Even geduld, ik heb gewoon 15 scheten of zo achter elkaar. Ja, ik kan oneindig doorgaan, man. Op commando, zeg ziek. Zullen we een time for 30 seconden zetten hoeveel je er kan laten? Nee. Oké, het niveau is weer verschrikkelijk, dames en heren. Heel erg bedankt voor het kijken in deze vlog. Wees morgen om 5 uur bij. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later, toppers. Dit kan niet, dit kan echt niet.